We staan hier op de Zuiderbegraafplaats. De Zuiderbegraafplaats is er voor iedereen. Dus voor elke Rotterdammer en zelfs niet-Rotterdammer. Deze begraafplaats is heel bijzonder omdat we eigenlijk heel erg multicultureel ingesteld zijn. En omdat er alle stromingen die er zijn in Rotterdam hier begraven kunnen worden. We staan nu op vak 28. Dat is een van de islamitische grafvakken van de Zuiderbegraafplaats. We hebben hier de algemene islamieten, Javaanse Westbidders, de Pakistanen, Soenieten, Ahmadianen. En die kunnen hier allemaal begraven worden. We staan hier op vak 29 en 32. En dat is het Chinese gedeelte van de Zuiderbegraafplaats. En dat is speciaal wordt begraven van Chinezen. Er wordt zeker veel gebruik van gemaakt. Vaak komen mensen hier ook al vooraf om een plekje uit te zoeken. En of ze reserveren een graf voor 5 jaar en daarna aankopen. Of ze gaan het direct al aankopen zonder te begraven en later bijzetten. Hier staan we op een heel bijzonder vak van de Zuiderbegraafplaats. Het Feyenoordgrafvak. En hier kan je eigenlijk alles wat op heel de begraafplaats mogelijk is... begraven, het bijzetten van de asbus in een columbarium en verstrooien van de as. Er is heel veel behoefte aan. Het is ook namelijk zo dat we op dit moment een wachtlijst hebben voor de verstrooiingen. Verstrooien kunnen we niet elke dag doen. Het gras heeft ook rust nodig. En iedereen heeft recht om afscheid te nemen op een mooi grasveld. We staan hier op een speciaal vak, dat heet de gedenktuin. Dat hebben we ontwikkeld met kunstenaars en dat is speciaal voor kinderen... om te kunnen gedenken. Niet alleen voor een broertje of zusje, maar ook voor een vriendje of een opa of oma of vader en moeder. Het bijzondere aan is dat het echt huisjes zijn waar ook hele mooie gedichten staan. We hebben een brievenbus waar ze post in kunnen doen aan degene die ze missen. En een bankje om op te zitten. Deze begraafplaats betekent heel veel voor me en vooral hetgene wat je kan doen als laatste voor de nabestaanden en ook de contacten nog daarna, na het begraven. Dat je er toch kan zijn voor ze met hun vragen om te beantwoorden, de steun en ook een luisterend oor, wat heel belangrijk is. Want ze laten wel diegene achter, bij mij en bij ons, na de begraving.